terug op mijn kanaal. Ik zit hier bijna zonder make-up en dat wil maar één ding zeggen. En dat is dat ik nieuwe make-up ga testen. Het leek mij eens leuk om een onbekend merk te testen. En in deze video ga ik Makeup Factory testen. Dit merk ken ik totaal niet. Ik heb daar nog nooit eerder producten van getest. Makeup Factory is een merk uit Duitsland. En ze verkopen nu ook in Nederland, België en Luxemburg. Dus Benelux. En ze hadden gevraagd aan mij of ik enkele producten wou testen. En dat wil ik uiteraard heel graag doen. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon eens voor camera doen. En dan ga ik mij opmaken met die nieuwe producten die ik nog nooit heb getest. Het is echt een heel onbekend merk voor mij. Ik heb ook nog geen opzoekwerk gedaan ofzo. Omdat ik het gewoon echt een eerlijke kans wil geven. Ik wil gewoon zelf een mening over producten vormen. Zonder mij te laten beïnvloeden door anderen hun mening. Dus ik zou zeggen, laten we maar meteen aan beginnen. Vergeet ook al niet te abonneren en te liken. En dan ga ik nu echt starten. Ik heb enkele producten ontvangen. Ik ga beginnen met de blush en dit is Rosy Shine Blusher. Laten we het eerst eventjes hebben over de verpakking. Gewoon een heel simpele, maar mooie verpakking. Niks op aan te merken. En als je het opent, dan heb je de blush met een mooi patroontje. En een kwastje. Nu moet ik zelf zeggen, ik gebruik zo'n kwastje eigenlijk nooit. Maar ik vind het patroon van de blush wel heel mooi. En als ik het swatch, ik ga het eens swatchen voor de eerste keer. Dan is dit de kleur. Ik ga het eens om mijn hand testen. Dan is dit de kleur. Ik vind het op het eerste zicht wel een mooie roze kleur. Ik vind het fijn als je een blush of een bronzer kan opbouwen. Ik heb nu wel redelijk veel aangebracht. Maar ik vind het echt een heel mooi kleurtje. En nu zie ik pas dat ik te veel heb gebruikt. Oeps. De blush zit erop. Ik heb een beetje meer aangebracht dan dat ik normaal zou doen. Omdat ik anders schrik heb dat mijn camera de kleur niet opneemt. Maar het is echt een heel fris kleurtje. Echt, ik denk dat het echt een heel mooie kleur is om ook in combinatie met een bronzer te dragen. En er zit een mooie glans doorheen. Dus daar ben ik op het eerste zicht echt al heel blij mee, moet ik zeggen. Dan heb ik ook nog twee oogschaduws om te testen. En dit is de kleur 40. En dit is de kleur 32D. Dit is eerder een zo'n gouden kleur. En dit is meer een brons kleurtje. Dus ik ga hiermee ooglookje proberen maken. Ik zal de oogschaduw eerst eventjes swatchen. En dit is de bronzige kleur. Ook echt heel mooi. Ook heel veel pigment. Dus we gaan hiermee een ooglookje proberen maken. Ik denk dat ik deze kleur ook nog als highlighter of zo zou kunnen gebruiken. Een soort van ooglook met de kleur nog proberen te maken, maar bij dit oog is het fout gelopen, want ik had een kast gebruikt die net was gewassen en de haartjes waren niet zo heel flexibel omdat er nog zeep in zat. Ik moet nu wel toegeven dat ik de kleuren niet helemaal vind matchen met elkaar. Dan ga ik verder naar de mascara en ik vind dat de mascara echt in een heel mooie verpakking zit. En het mascara borsteltje heeft een driehoekige punt en het zijn zachte haartjes, dus we gaan het eens testen op mijn wimpers. Dit is het effect van de mascara en zoals je ziet zijn mijn wimpers echt super lang en op echt heel veel volume. Als ik zo doe, kun je het ook kunnen zien, dan raken mijn wimpers mijn wenkbrauwen, dus dat is echt een heel goed teken. Dus mascara is goedgekeurd. Dat is het voor de ogen. Dan ga ik nu een lipstick aanbrengen. En dit is een matte liquid lipstick volgens mij. In de kleur Velvet Rosewood. Dit heeft een sponsapplicator. Dit is de kleur. Ik denk dat die nog mat gaat opdrogen. Echt wel een mooie kleur. Dat is echt de kleur die ik zelf zou dragen. De kleur is bijna opgedroogd, dus we gaan ondertussen verder met de wenkbrauwen. Jullie weten dat ik eigenlijk nooit iets doe met mijn wenkbrauwen, maar ik heb nu een brouwgel gekregen. Het ziet er zo uit. Ik denk dat het wel te donker is voor mij, maar ik wil het eigenlijk eens proberen, dus we gaan dat gewoon doen. Ik denk dat het wel redelijk donker gaat zijn, ik weet het niet. Het
is denk ik inderdaad wel een beetje donker. Maar misschien dat ik er iets op mee kan werken. Ik hou wel in gedachten dat ik dat dus nog nooit heb gedaan. Dus ik zou echt niet weten hoe dat ik er iets moet aanbrengen. Ik weet niet, ik ben echt gewoon dingen aan het doen hoor. Ik heb het hier nu aangebracht, of toch een soort van, ik heb gewoon, weet ik veel wat ik heb gedaan. Ik heb het geprobeerd. Ik ben echt geen wenkbrauwenpersoon, ik heb daar echt geen geduld voor. Maar goed, ik heb het hier aangebracht en hier niet. Ik weet niet of je echt verschil kan zien, maar ik ga het gewoon zo laten. Dit is het laatste dat ik ga testen van Makeup Factory en dit is een hydraterende fixing spray. Ik vind de nevel nogal hard. Ik vind dat de spray een beetje te hard is, ik gebruik liever een nevel. En het is echt wel zo een spray. Dus ja, dat vind ik zelf niet zo heel fijn. Dit is de uiteindelijke make-up look. Ik vind de blush op camera echt heel erg fel ogen. Ofwel lijkt het op camera in een scherpje. Maar als ik het gewoon zo bekijk in een spiegel, valt het nog wel mee. Maar het ding met de blush en de oogschaduw is dat de blush cool is. En de oogschaduw is te warm, naar mijn mening. Dus ik vind de combinatie van de blush met de oogschaduw niet echt matchen. Maar ja, dat ben ik gewoon. Ik combineer niet zo heel graag koele en warme tonen. Maar voor de rest vind ik de blush echt heel mooi. De oogschaduws vind ik ook mooi. Maar niet in combinatie met de rest van de make-up look. Maar dat is gewoon mijn persoonlijke voorkeur. Dan de mascara vind ik echt zot. Mijn wimpers zijn echt super lang en echt wel heel erg mooi zwart gekleurd. Dus de mascara is echt wel een product dat ik ga blijven gebruiken. Net als de blush. Met de oogschaduw vind ik een beetje meer spelen. Ik ga een beetje kijken naar welke kleuren dat hierbij mooi zouden gaan. En dan ga ik een beetje experimenteren daarmee. Het zijn wel gewoon goede producten die mooi blenden en zo. Dus qua kwaliteit heb ik daar niks op aan te merken. En dan heb ik nog de lipstick die ik ook echt super mooi vind. En die is ondertussen ook helemaal mat. Ik moet wel zeggen dat ik verrast ben door het merk. Ik kende het daarvoor nog niet. Maar zeker weten in de comments welk product jouw aandacht trok. En dan hoop ik dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren, te liken. En dan zie ik jullie in de volgende video. Tada!